Dat geschutte mij op de nijs staan, maar tegenwoordig niet zo gauw meer overkomen, denk ik. Maar onderhand ben ik wel wat gewend, moet ik je zeggen. Zo heb ik onlangs nog aan tafel gezeten met leden van de koninklijke familie. Ik heb enorm met die lui gelachen. Het was een galaavond in de kader van de aidsbestrijding. Ik zei nou tegen Klaus, hoe kun je nu met een galaavond aids bestrijden? Nou ja, zei Klaus, wordt tenminste even niet genaaid. Klaus lag aan mij lang. Het was een hele losse sfeer. Het hard was, ja. Het was zelfs zo ontspannen en zo los, dat Berna mij op een gegeven ogenblik zijn vakantiedias liet zien. Kom eens hier, zei Berna, kom eens hier. Dit is de vrouw van mijn leven. Schitterend mens. Prachtige herinneringen bewaar ik hier aan. Ik keek naar die dia. Ik dacht, verrek, die ken ik. Ik zei, Bernard, heb je een blauwe Ferrari? Ik zei, ja, nou en? Ik zei, dan mag je je rechterachter vast laten nakijken. Dat zit er wel lekker. In de afval van het diner had ik een snabbel in een of andere uithoek van ons land. En ik was bang dat ik te laat zou komen. Maar gelukkig kon ik een lift krijgen van Bernard. Dus ik kwam 2 uur te vroeg op de plaats van bestemming. En Bernard vroeg mij zodoende of ik zin had de tijd te doden met een potje golf. Ik ga naar Noorge golf, maar dat is eigenaardig iets. Ik zal even uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. Dit heb je nodig bij golf, zo'n stokje. Balletje. De balletje moest zo ver mogelijk weggemapt worden. Het is eigenlijk net klootschieten, maar dan met een lullige balletje. Ja. En een stuk duurder. Vlaggetje nog. Ach, hoe maak ik dat nou toch duidelijk in zo'n zaal? Opletten dat u meer werkt. Zo nu de vlaggetje. Heel vriendelijk. Zou er zo vriendelijk willen zijn een vlaggetje te houden achter het hoofd van die mevrouw die voor u zit? Ja, golven hoeft niet duur te zijn, ben je gek. Hier is een interessant doenige flauwekul, al dat geld hier, kost je maar niks. Mevrouw, als u de mond iets zou willen openen. Ja, lacht u naar me. Nou, hou vast, hè, hou vast, want ik was als eerste aanslag. Ik was als eerste aanslag, dus ik concentreerde mij hevig. Ja, ze bent daar tegen mij. De balletje komt heus niet vanzelf bij dat vlaggetje. Ik zei, oh nee. Hoe deed dat ze, Bernard? Ik zei, wat zegt u? Hoe deed dat, zegt hij. Ik zei, wat bedoelt u? Nou, met een balletje. Ik zei, oh, dat was toevallig. Nee, zei Bernard, dat was niet toevallig. Er is iets meer met het ding. Er is iets meer. Toeval bestaat immers niet. Dat is ook niet toevallig. Ik zeg, toeval bestaat niet. Nee hoor, zegt u, toeval bestaat niet. Alles is voorbestemd. Calvinistische levensvisie. Alles is voorbestemd. Ik zei, ja, maak het maar morgen makkelijk of nacht. Dat je met een vrouw stap bent geweest, dat is zeker ook voorbestemd. Ja, hoor, zei Bernard, dat heeft ze moeten zijn. Toeval bestaat immers niet. Ik zei, kom dan toch, toeval bestaat wel degelijk. Hij zei, toeval bestaat niet. Ik zei, toeval bestaat wel degelijk. Hij zei, toeval bestaat niet. Ik zei, toeval bestaat wel degelijk. Hij zei, toeval bestaat niet. Ik zei, toeval bestaat wel degelijk. Nou, om van deze zinloze discussie af te zijn, zet ik mijn transistorradio aan. Op dat moment hoorde ik iemand zeggen, toeval bestaat niet. Ik zei, nou, als dat geen toeval is, dan weet ik er ook niet meer.